Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Voordat ik de intro laat zien, wil ik even jullie aandacht om te abonneren hier beneden en een duimpje omhoog doen. En laten we nu verder gaan naar de intro. Let's go! Met 10 kids, girl, jij bent safe bij mij. En je ex gaat niet halen hier, loop met zijn salaris hier. Geef uit, ik heb raar verdiend. Je wil mij, kan het aan je zien. Zal mij non-stop. Ja, ja, ja. Oh, yeah, yeah, yeah. De price went up, dus dat gaat down, down, down. Down, 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 down. Ze komt van Santo Domingo. Yeah, yeah. Santo Domingo. Yeah, yeah. Ze komt van Santo Domingo. Ja, ja, vandaag weer een nieuwe video. En mijn video gaat over mijn haar. Vandaar dat het er vandaag zo uitziet. En ik ga een haarmasker uittesten. En ik zal de haarmasker even bijpakken en dan kijken of het, goed voor mijn haar is. Ja. Oké, okay, ik heb de haarmasker bijgepakt en het is deze. Het is Brazilian Keratin Novex. En Novex is die product die ik heb getest in mijn vorige video, alleen nog niet zonder die andere product erbij. Dus wat ik ga doen is, ik ga deze testen en dan de product die, erbij hoort. Ja, wat ik eigenlijk ga doen is mijn haar uitkammen. Is wel handig om het eerst los te maken. Oké, okay, ik heb de borstel bijgepakt. Mijn scheidingkam heb ik niet, maar als ik mijn masker erin doe, dan ja, doe ik niet echt gewoon de helft, maar als het maar een beetje verdeeld is. Ja, ik ga nu mijn haar uitkammen. Ik heb ook twee kleine elastiekjes, want ik ga jullie zo meteen laten zien wat ik met mijn haar doe. En ja, laat ik het maar heel even door het midden doen. Het hoeft niet per se door het midden. Kijk, het ziet er zo uit. Ik moet mijn bril afdoen. Maar het ziet er dus zo uit. En ik zie dat het niet, kijk. Gewoon als het maar verdeeld is in twee stukken. Als het maar verdeeld is in helft-helft, dan is het goed. Want het is niet mijn kapsel waar ik mee naar school ga of zo. Dus ik heb gewoon helft-helft gedaan. En ik ga nu deze kant kammen. En deze kant, eigenlijk allebei de kanten. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ik heb nu allebei de kanten van mijn haar gekamd. En het lijkt alsof dat ik, ik weet niet, mijn haar heb gesteld of zo. Dat het is ontploft. Maar dit is echt lelijk. Maar ik heb mijn haar gedaan. En ja, het is best wel groot geworden. Mijn haar is een beetje elektrisch of zo. Maar deze video wordt nu een beetje versneld. En met een beetje muziekje achtergrond. En ik praat op de achtergrond. Want ik wil deze video een beetje snel maken. En beter uitleggen. En deze haarmasker is eigenlijk, ga ik het in mijn haar aanbrengen. Maar jullie gaan het zien met versnelling en een beetje gepraat misschien onder. En het is natuurlijk als je een haarmasker hebt. Dit is niet een haarmasker wat in je haar moet blijven. Maar een haarmasker die eruit gewassen moet worden. Kijk, ik moet naar de kapper, omdat kijk, mijn haar breekt een beetje af en het wordt kleine plukjes. En ik wil dat niet eigenlijk. Ik wil niet dat het mijn haar heel kort gaat worden. Maar dit video wordt nu versneld en jullie zien mij wanneer ik mijn haar heb gewassen. En nu ga ik een beetje de video versnellen, hoe ik mijn haarmasker aanbreng. En ja, en de rest.
En even kijken. Ik heb het gewassen met de haarmasker erbij. En met de haar shampoo. Het is wel echt goed mooi gewassen. Wat ik eerst ga doen is een beetje drogen. Wat ik een tip heb gekregen is mijn haar door het midden doen. Gewoon zo. Zodat je haar beter verdeeld wordt. En ik heb stiekem even zelf mijn haar een klein beetje geknipt. Dan was dat hier ongeveer. Maar die puntjes stresten me. Dus ik had het een beetje zelf geknipt. Dus ik denk dat ik zaterdag niet meer naar de kapper ga. Want ik vind het wel goed zo. Maar daar hadden we het niet over. Dus dan gaan we heel even. Ik heb nu niks ingestopt, dus het is nu een beetje al krullend. En mensen zullen zeggen, ik heb geen krullen. Ik heb ook geen krullen, maar ik heb ze laten zetten, dus dan heb ik ze nu wel. Dus ik heb een beetje droog gemaakt. Dan heb ik deze. Dit is echt goed voor na het wassen. Dit zorgt ervoor dat je haar goede vitamines krijgt. Vitamine B. Dit is bedoeld voor je punten. Dus dan pak je je haar. En dan spuit je gewoon een beetje de puntjes. Maar wat ik ook handig vind is. Ik moet proberen of ik het hier achter ook kan doen. Omdat mijn haar daar veel te kort is. Dus dat is gewoon een goede tip. Hier ook. Hier doe ik echt super lang mee. Ik heb dit al sinds oktober. En hij is echt vol. Maar ik gebruik hem niet altijd. Oké, even kijken hoor. Oké, nu komt het moment dat ik deze ga gebruiken. Novex. Ja, laten we het maar even proberen. We doen niet te veel erin, want ik weet niet hoe het uitpakt. Ik denk zoveel. Het lijkt veel, maar het is echt super weinig. Dus gewoon dit. En dit was voor één kant. Mijn haar is super droog. Maar ik weet niet wat ik daarvoor moet gebruiken. Als jullie het weten, laat me het hieronder weten. Want ik heb echt gewoon hulp nodig. Mijn haar is veel te pluizig. En ja, maar in januari ga ik mijn haar dus permanent de krul. Ik ga zaterdag een afspraak maken van januari, zodat ik voorbereid ben. En nu de andere kant. De Novex masker waar die je hebt gehaald is bij een toko, de Keizerswaard. Ik heb dat gratis gekregen. Omdat ik heel veel producten had gehaald. En ja, eigenlijk dat. Mijn camera viel uit, dus ik heb eventjes een andere camera bijgepakt. Maar ik heb dus mijn haar nu met Novex gedaan. Ja, ik zag wat je deed.